Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe video. Dit is een nieuw kanaal, dus vergeet niet te abonneren. Dan mis je nooit meer een video. In deze video ga ik iets heel spannends doen. Ik ga namelijk verf splashen op deze design tas. Oh my god. Ik gebruik leerverf, want dit is ook een leren tas. En ik ga het er gewoon overheen gooien. Dus ik ga lekker veel troep maken. Maar dat doe ik natuurlijk niet in deze outfit. Even iets anders aantrekken. Zo, dit ziet er beter uit. Dit mag lekker vies worden. Alright, let's go. Ik leg wel eventjes een plastic zeiltje eronder. Want ja, ik wil niet dat de ondergrond vies gaat worden. En dan gaat het beginnen. Ik vind het eerlijk gezegd best wel spannend. Hier denk ik nog, oh, waar ga ik aan beginnen? Maar ja, goed, je moet gewoon beginnen. Dat is ook een beetje de truc. En het is niet erg als de verf aan de binnenkant van de tas komt. Want dat vond ik juist wel leuk. Als een soort van extra verrassing als je zo meteen de tas openmaakt. Oh, het is echt best wel spannend. Maar als je het eenmaal doet, is het zo heerlijk. Het is echt bevrijdend gewoon. Zo, bam. Ik voel me zelfs de kunstenaar Jackson Pollock. Ga zo. Oeh, oh jee. Oh ja, het ziet ergens op mijn kleding komt. Top. Ik heb verschillende kleuren met elkaar gemengd. En daarna ga ik ook nog met een kwast er even overheen. Om af en toe een paar extra vegen erbij te geven. Voor een extra artistiek gevoel. Spetters zijn altijd een goed idee. De tas ligt even te drogen in de zon. En terwijl ik dit aan het opruimen ben, heb ik gewoon echt het gevoel. Dat als ik dit op mijn outfit doe, dat dit gewoon een hele vette outfit gaat worden. Of het is een heel dom idee, of het is leuk, maar ik ga het gewoon proberen. Zou ik er dan gewoon in gaan liggen of zou ik het op me gooien? Oeh, hij wil op me. Oké. Okay. Oké, jullie eerste antwoord. Kan ik hiermee de deur uit? Of misschien alleen de broek? Moet je dit even wegdenken? Ik vind het best wel leuk. Nou, gelukkig schijnt de zon, want dan kan deze even drogen. En dan kan ik mijn handen wassen. Als hij dan droog is, ziet hij er zo uit. En kijk, ik heb dit expres niet ondergesplashed. Zodat de surprise extra leuk is als je hem openmaakt. En dan zit hij helemaal onder de vlekken. Ik vind nog wel dat er iets mist. Dus hier lijkt het me leuk om een ster te tekenen. En dat doe ik met een zwarte acrylstift. Ik wilde dit keer een andere soort ster tekenen, dus ik teken er eentje met 9 punten. En in elke punt teken ik een streepje in het midden voor het 3D-effect. En dan kleur ik hem weer in met goud. Zo ziet hij er dan uit met goud. En dan mis ik nog een beetje schaduw. En die breng ik aan met de paarse leerverf. En dat doe ik door ze alleen maar aan één kantje van de punt aan te brengen. Want zo zie je, springt de ster echt op je af. En met wit kun je highlight toevoegen. En ik mis hier nog één klein dingetje, een soort van finishing touch. En ik vond dit kettingtje. Er zaten allemaal hangertjes aan, waaronder deze gouden. En ik dacht, die is echt perfect om in het midden erop te plakken. Kijk dan! En dat doe ik met een goede sterke lijn. Ja. Maakt hem gewoon net af. Kijk dan. Dit is hem geworden. Ik ben echt heel benieuwd wat je ervan vindt. Het was super spannend om zo met verf te gaan zitten gooien. Maar ik kan het je echt alleen maar aanraden. En ik heb ook een uitdaging voor je. Tag iemand die dit leuk zou vinden om samen met jou verf te gaan gooien. Op een tas of misschien wel op iets anders.